De koninklijke HFC thuis op de Spanjaardslaan. In het wit natuurlijk tegen Katwijk in het oranje. Vorig seizoen werden ze 13e HFC en 3e Katwijk. En dus is Katwijk nu ook wel de favoriet. En is daar de eerste kans voor Katwijk. De hoek is lastig en uiteindelijk te lastig. De bal niet ingeschoten door Mark Deloor. Heerlijke omstandigheden om te voetballen en om voetbal te kijken natuurlijk. En aan de andere kant is daar opeens ruimte voor de thuisploeg met Koen Beren. Die moet scoren, maar schiet naast. Grote kans voor de koninklijke HFC om op voorsprong te komen. Zo'n bal die erin moet, maar Beren krijgt hem er niet in. Ploeg van Ted Verdonkschot tegen de ploeg van Dick Schreuder. In de tweede helft komen de kansen wel. Voornamelijk voor Katwijk, maar af en toe komt de koninklijke HFC er ook wel uit. Maar het zijn toch vooral de bezoekers, de ploeg van Schreuder. Met de kansen. Hier is de volgende alweer een aantocht. Goed verdedigd. Dan valt de bal van Mengerink en die schiet er net niet in. De poging zeer fraai van Mengerink, maar het blijft bij 0-0. Katwijk zet aan, gaat door. En daar komt de volgende kans. Het is een schot toch of een voorzet, maar hij moet er in ieder geval in. Deze toch van Mengerink, maar hij krijgt hem er niet in. Marciano Mengerink met de kans op de 0-1. Katwijk zou de voorsprong verdienen, maar pakken ze hem ook. Hier is Deloor en ja, daar is hij. En daar is meteen ook de winst. De winnende treffer van Mark Deloor. En zo wint Katwijk met 1-0 bij de koninklijke HFC. En dat is uiteraard reden voor een feestje.